Dames en heren, en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Budget Food. Ja, vandaag gaan we een omeletje maken. Zoals deze middag had ik nog producten over. Hier zijn ze. De champignons. De kaas. De hesp. De melk. En dan de nieuwe producten. Een tomaat en een eitje. De champignonnetjes gaan we gewoon in schelletjes snijden. Zo. Ze mogen een beetje dik zijn of fijn, zoals je zelf wilt. Als er daar een keer een fijntje tussen zit, dat is ook niet erg. Of een dikke, is het dan niet erg. Het is zo, dit zijn de champignons. En nu ga ik de tomaat snijden. Alle ingrediënten zijn nu klaar. En ja, we hebben hier uiteraard ook de eitjes. We pakken 3 eitjes in totaal. En meer moet dat niet zijn. En nu gewoon kletsen in de pot. Yay. Een beetje kruiden aan toevoegen. En nu is het tijd eraan gebroken het omeletje te bakken. En we doen dat uiteraard met boter. In dit geval sojaboter. En ja, een anti-kleefpan. En we doen alles in de pot. We gaan de boter laten smelten en we gaan daar een lekkere hamblokjes in doen. Daar komt de melk. Daar is hij. Een wolkje melk. Meer moet dat niet zijn. En dan nog een keer goed kloppen. En ondertussen is het gewoon wachten tot de boter gesmolten is. Daar gaan de hamblokjes. Zo. Heel lekker. En de champignons, die mogen er ook bij. Zo. En dat allemaal gaan we nu gewoon bakken en dan doen we daar de eitjes bij. Heel lekker. Het is gewoon een klein beetje wachten tot het mooi gebakken is. Zo, ondertussen is alles al mooi gebakken en nu is het tijd om de eitjes eraan toe te voegen. Daar gaan we. Mijn pan is zo een beetje krom. Ik moet een beetje creatief zijn om een eitje te bakken, maar het lukt wel. Dus wat ik nu eigenlijk doe, is de zijkantjes zo een beetje samenpakken om te bakken. Hey. Zo. Zodanig dat ik één mooie koek heb. Voordeel is met anti-kleefpan, dat lukt. Hey. Dat lukt totaal. Dat is geen enkel probleem. Zo. We gaan daar ondertussen ook een beetje kaas aan toevoegen. Want het wordt heel lekker. Een beetje kaas erop. En bakken maar. Nog een klein beetje bijkruiden met herbonarenkruiden. Zo. Nu gaan we het geheel omdraaien. Oké, daar gaan we. 3, 2, 1. Hoppa. Dat is een beetje uit elkaar gevallen, maar toch, het lukt. Zo. Het is ook een omeletje, het mag een beetje uit elkaar vallen. Geen enkel probleem. En mijn omeletje, die is nu volledig klaar. Ik had het vuur al uitgedaan. Kijk, zo ziet hij eruit. Hij ziet er ja, een beetje omeletachtig uit. Maar nu wordt het toch tijd om hem te dresseren. En dat doen we namelijk zo. Heel simpel. We pakken onze pan. Hop. En we leggen dat hier lekker op een bordje. Mega lekker. Zo. En als kers op de taart heb ik nog geconcasseerde tomaatjes.
Dames en heren, dit is nu mijn eten. Omeletje met kaas, hesp, eitje, champignons en tomaat. En dat zal ik nu gewoon gezellig opeten. Mmm, hij ziet er wel heel lekker uit hoor. Mijn omeletje. Een andere keer van proeven. Mega lekker. Al zeg ik het zelf. Mmm. Is toch lekker hoor. En alles zit erin. He. Kaas, groentjes. Alles wat je maar moet hebben, zit erin. Mmm. Nou. Dat heb ik goed gedaan. Dat is aan te raden. Nou. Zo. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze video. Graag tot een volgende keer. En vergeet jullie zeker niet te abonneren. Daag!